Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Het is 1 maart 2023. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen. Als je vandaag mijn podcast luistert, had je dat natuurlijk zelf ook wel gezien. Maar het briljante is, vind ik dan persoonlijk, dat ik samen met Dex, onze hond, die heb je waarschijnlijk wel voorbij zien komen op social media, zitten gewoon samen in de tuin. En letterlijk zitten. Ik hou van die momenten dat de tuin zet, alles staat nog niet buiten. En ik moet gewoon een hoekje zoeken. Beschut in het zonnetje. Het is echt gewoon geweldig. Gewoon, ik heb mijn jas mee naar buiten genomen, maar die heb ik helemaal niet nodig. En ik heb wel een kooltrui aan, maar mijn mouwen opgestroopt. En de zon is gewoon warm. Ik heb gewoon factor 50 opgesmeerd. En ik lunch hier in de zon. En dan ga ik ook vaak podcasten. Ik vind het zo'n geweldige plek. Tenminste, buiten überhaupt om te podcasten. En als het dan het zonnetje ook nog schijnt. Nou, geweldig. Anyway, dan heb je een beetje een picture, zullen we maar zeggen. Maar ik was net helemaal niet in zo'n leuke stemming. Om eigenlijk een heel bizar onderwerp. Mijn dochter Lisa was vanmorgen bij me. En we hadden project vakantieboeken. We gaan met het hele gezin. Met Lisa dan en haar vriend en Luca, mijn stiefzoon en Aaron en ik gaan we op zomervakantie. En ik ben heel dankbaar dat we dat elk jaar nog zo doen. En Aaron en ik gaan altijd in, ja, weet je, na seizoen met z'n tweetjes nog weg. En nou, meestal gaan we ook nog aan het begin van het jaar weg. Alleen er is één ding wat elk jaar opnieuw terugkomt. En dat is het boeken van de vakantie. Nou, echt. Als je erbij zou zitten en mijn gezicht zou zien, dan, nou ja, dan wordt hij steeds wanhopiger. En dat komt door meerdere dingen. Omdat, ja, ik zeg ook altijd als mensen bij me komen, ik weet niet wat ik wil. Dan starten we ook vaak, of nee, niet vaak, altijd bij het inventariseren van wat zijn iemands persoonlijke waarden. Maar echt niet een lijstje maken, want dat zeg ik altijd, daar heb je eigenlijk geen ruk aan. Maar we gaan wel kijken welke ingrediënten en criteria moeten erin zitten. Als het gaat om bijvoorbeeld de volgende stap in je werk of woonomgeving of whatever. Dat geldt natuurlijk voor de vakantie ook. Dus we starten wel met een aantal criteria. Maar dan nog, er is veel keuze. En op een gegeven moment heb ik zoveel tabbladen van verschillende reisbureaus open. Dat is dus ook echt mijn valkuil, hè. En dan heb ik verschillende data geselecteerd. Nou, dan denken we er één te hebben. En dan gaan we verder. En dan moet je nog een keer op knop drukken, beschikbaarheid bekijken. En dan blijkt die helemaal niet beschikbaar te zijn. Of dat ik echt denk, oh my god, ik knikker zo meteen zo hard van die bank af. Voor wat ze vragen voor een vakantie. En als je dat meerdere keren hebt, of je gaat twijfelen, of je denkt, ja, maar is dat allemaal handig qua bereikbaarheid? Nou, op een gegeven moment kun je mij opvegen. En mijn dochter die heeft dan wel wat meer doorzettingsvermogen. Die probeert me nog een beetje zo op te krikken. Maar op een gegeven moment dan heb ik het, dan zie ik het gewoon echt niet meer. En dan word ik chagrijnig. En nou zal ik dat niet zo heel erg uiten. Ik val dan niet per se een ander lastig mee, denk ik. Misschien doe ik dat wel hoor. Maar volgens mij word ik gewoon een beetje stil. En ga ik een beetje harder slaan op mijn laptop soms van, weet je wel dat. Nou, ik zal niet nog een keer dat geluidje herhalen. Maar in elk geval, dan ben ik er dus klaar mee. En eigenlijk, ik weet het, hè. Want van de week vertelde ik ook over de andere dingen waar ik zo niet zo van hou. Ik hou trouwens wel heel van op vakantie gaan. Dat is het punt niet. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook wel een beetje snobistisch luxe probleem, hè. Die van boodschappen houdt en vakantie uitzoeken. En dat weet ik natuurlijk wel. Maar dit gaat gewoon over de goede keuze willen maken. Eigenlijk wat heel veel van mijn mensen, van mijn mensen. Ik bedoel van de mensen in mijn praktijk. Mijn mensen, alsof ik mensen bezit. Anyway. In ieder geval, de mensen die bij mij komen. Hè, heel veel hebben last van FOMO. The fear of missing out. Nou, ik net zo hard. En gelukkig heb ik instrumenten, zullen we maar zeggen. Ik blijf spelen met die woorden instrumenten, technieken, methodes, interventies, tools, handvatten. I don't know. Ik heb nog niet het goede woord gevonden. Dus ik speel gewoon een beetje, net zolang tot het goede woord een keer op mijn pad komt, zullen we maar zeggen. En misschien is er gewoon geen goed woord voor. Maar jij snapt wat ik bedoel. En die kun je in allerlei situaties gebruiken. Zo ook met het selecteren
van een vakantie. Want ik denk ook heel vaak bij mezelf van ja, oké, maar wat zou ik iemand aanraden die tegenover mij zou zitten? En ik zeg tegenover omdat we meestal in mijn praktijk zo half tegenover elkaar zitten. Wat zou ik kunnen doen om iemand hiermee te helpen? En dat heb ik net met mezelf ook gedaan, want ik gebruik heel veel rationeel-emotieve training. En even in een notendop is de filosofie, zeg maar, gedachtegoed van Rett, dat niet een bepaalde situatie zorgt voor bepaalde gevoelens en emoties. Dus niet het uitzoeken van zo'n vakantie zorgt voor, in mijn geval, frustratie, irritatie, overweldiging en noem het maar op. Maar de bril waarmee ik er naar kijk, de gedachten die ik erover heb. En Rett werkt met een ABC-model, waarbij de A de activerende gebeurtenis is, de situatie. Dus in dit geval, die maak je altijd heel feitelijk. Hè? Dus ik zou het feitelijk kunnen maken door te zeggen, we willen met z'n vijf op vakantie in deze periode. Dit zijn de criteria en we zijn samen op de laptop vakanties aan het selecteren of aan het zoeken. En dan staat de B, dat is het volgende vakje zeg maar van het schema, staat officieel voor belief. In Nederland hebben ze er de B van bril van gemaakt. En ik heb het ook vaak over gewoon gedachten, maar dat begint natuurlijk niet met een B. Het is een ABC-model. Anyway, je kunt dan een beetje spelen door voor jezelf eens te inventariseren. Welke gedachten heb je hierover? En dat kunnen gedachten, het is te veel, ik kan nooit de keuze maken, het gaat nooit lukken. Het gaat nooit lukken om iedereen tevreden te stellen. Of wat ik wil, dat is hartstikke duur of valt ver buiten het budget of niet meer beschikbaar. Whatever, wat voor gedachten je hebt. Hè? Ik noemde nu maar een paar random om het zo te zeggen. Je kunt je wel voorstellen dat dat soort gedachten, die ik dus voor had, bepaalde gevoelens en emoties geeft. Hè? Dat vloeit daaruit voort. Maar ik heb al die gevoelens en emoties gedeeld met je. En vanuit die gevoelens en emoties vertoon je bepaald gedrag. Dat is de C, van consequentie in gedrag. Nou, in mijn geval was het daar straks dat ik zei, ik stop er nu mee. We hebben in ieder geval meer helderheid verkregen over de verschillende bestemmingen. We hebben een indicatie over waar we moeten aan denken qua budget. En we hebben wat een startpunt om verder onderzoek te doen. En dat is al best wel constructief, vind ik. Dus dan merk ik, oh ja, dat is een manier om mee om te gaan. Eerder, vroeger zou ik hebben gedacht, oh, het lukt niet meer, ik stop ermee. Maar dan had ik me heel erg vervelend gevoeld. Zo van, heb ik zoveel uren verspeeld en we hebben geen resultaat. En nu denk ik, nee, het is onderzoeksfase. Tuurlijk heb je nog niet het concrete resultaat. Maar ja, we zijn al heel veel verder gekomen. Dus dat is eigenlijk al een beetje het nuanceren van gedachten. Dat geeft al als het ware een beter gevoel. Nou, eventjes om het niet te verwarrend te maken. Want wat uit die gevoelens en emoties voortvloeit, is dus gedrag. Nou, in dit geval heb ik al een stukje nuancering van mijn gedachten gedaan, waardoor ik ander gedrag ging vertonen dan wat ik vroeger deed. Hè? Een beetje vanuit hopeloosheid, om het zo te zeggen. Maar toch, ik stopte ermee. En ik merkte toen van, ja, ik moet nu even bewust mijn gedachten keren. Want ook als je getriggerd wordt door die A, hè, die activerende gebeurtenis, om het zo te zeggen, daar komen allerlei gedachten uit voort. En als die gedachten een tijdje duren, zeg maar langer dan 17 seconden ongeveer, dan kan het je stemming worden. En ik ga zo meteen even door op voice dialogue, die verschillende persoonlijkheidskanten. En als je daar als het ware niets mee doet, dan kan je met die stemming, die iets wat chagrijnige stemming van mij, kan je de hele dag verder doorgaan. En dat is het geweldige van het feit dat ik me daar zo bewust van ben. En dat ik eigenlijk door al eigenlijk lang voor de coaching zelf de wens had om veel bewuster te leven, conforme waarden. En dan kan je veel meer sturen. Dan krijg je regie over je emoties en je gevoelens, ongeacht die trigger. Hè? En ga nog even door in dat schema. Want ik zei al van, hè, je hebt de activerende gebeurtenis, dat is de feitelijke situatie. Dan heb je de gedachten die je erover hebt, of de bril waarmee je ernaar kijkt. Dan heb je vervolgens gevoelens en emoties die daaruit voortvloeien en het gedrag.
En vanuit gedrag heb je natuurlijk weer bepaalde resultaten. Nou goed, dat valt even buiten dit schema. Nou, en wat is nou de kunst van RED? Ik vind RED echt waar. Ik heb al lang voordat ik coach werd, heb ik zelf zo'n training ooit gedaan. En ik heb het in mijn coachopleiding ook heel veel moeten doen. Maar het is zo ontiegelijk geweldig. Want wat doe je nou eigenlijk? Je gaat aan de hand van een aantal vragen, een aantal uitdaagtechnieken, zoals dat dan heet, ga je naar je eigen gedachten kijken. En je gaat ze helemaal niet ombuigen, want dat is niet het doel. Soms lukt dat wel, hè? Maar je gaat ze nuanceren. Je gaat de scherpte vanaf halen. En wat het mooie is van eigenlijk alles wat ik aanbied in mijn coachpraktijk en in mijn academy, alles is met elkaar verbonden. En daarbij bedoel ik, ik doe heel veel met voice dialogue. Dus met de verschillende persoonlijkheidskanten die jij in jou hebt. Ik ook. En je zult zien, je kunt heel makkelijk een bruggetje maken naar RED. Want tijdens het selecteren van die vakanties zat er een bepaald deel op een gegeven moment aan mijn stuur. Dat geïrriteerde deel, dat het allemaal een beetje hopeloos vond en dat er geen zin meer in had. En dat, hè. En die zat eerst niet aan mijn stuur, maar die ging naast me zitten. Maar soms kun je dat, geef je die kant gewoon de ruimte. Dat is dus eigenlijk ook een beetje de bril waarmee je dus kijkt naar die situatie. Hè? De bril van een kant van jou. Nou, een van de uitdaagtechnieken van RED is bijvoorbeeld, zeggen ze, wat zouden 100 andere mensen doen? Nou, dan gaan we niet letterlijk 100 andere mensen introduceren natuurlijk, want dat worden hele lange sessies. Maar het gaat erom dat je even switcht van perspectief. Dat je dus je kunt dus je voorstellen wat iemand anders hierover zou zeggen bijvoorbeeld. Maar je kunt ook bij jezelf te raden gaan. En dat deed ik net voordat ik deze podcast ging opnemen. Daarom klinkt nu een stuk vrolijker. Want de deel zit ook niet meer aan mijn stuur. Ik heb als het ware eigenlijk ook even dat deel wat aan mijn stuur ging zitten geëerd. En dat is vaak een stap die mensen overslaan. In de voice dialogue geef ik daar alle ruimte toe. Want dan ga je samen leren werken met kanten die heel veel mensen bijvoorbeeld verafschuwen, waar ze last van hebben. En dan gaat het vaak juist harder werken of harder schreeuwen. Net als angst of onzekerheid of hun onrust of pusher of perfectionist of verlegen kant of pleaser. Heel veel mensen die willen die niet meer. Die willen ze weg of overwinnen. Maar het gaat erom dat je ook het stapje invoegt om dat deel te eren. Ook al heb je er even last van. Dat komt niet omdat het deel die kant van jou verkeerd is, maar omdat hij aan je stuur zit. En dan laat dat geen ruimte meer over voor andere perspectieven. En het wordt te strak, om het zo even zo te zeggen. Te geforceerd. Maar door heel even stil te staan bij die kant van mij, die geïrriteerd was en gefrustreerd en hopeloosheid, die wil wat voor mij. Die wil ergens voor zorgen. Die wil bijvoorbeeld ervoor voorkomen dat ik de verkeerde keuze maak. Of dat ik anderen teleurstel. Of dat ik iets boek en later iets anders tegenkom. Dus die wil misschien liever dat ik gewoon even stop dan dat ik doorga. En zo zijn er heel veel andere goede bedoelingen van die kant, om het zo te zeggen. Nou, door dat alleen al te doen, krijg je ook veel meer, het klinkt misschien een beetje gek hoor, empathie en waardering voor alle kanten die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. Want je hebt ze allemaal nodig. Alleen vaak niet in de mate waarin ze er nu wel of niet zijn. Het kan ook gaan over kanten die verstoten zijn, die je graag wat meer voor in je bus zou willen hebben, maar die nu een beetje werkloosachtig, zeg maar, achter op de bank zitten. Duct tape op hun mond en met tie-ups vastgebonden, terwijl jij die kanten misschien juist heel erg hard nodig hebt. Nou, wat ik het dus heb gedaan, ik ging een beetje spelen. Ik dacht, oké, ik heb andere kanten in mijzelf zitten. En hoe zouden die met deze situatie omgaan? En het grappige is, ik heb namelijk een tijdje ik heb voor een internetbureau gewerkt en zij deden ook opdrachten waarbij copywriting, dus echt teksten schrijven, vaak commerciële teksten. En ik heb toen samen met de eigenaresse van dat bureau, hebben we echt last minute een opdracht aangenomen van D-reizen en de Telegraaf. En dat was dus een vakantieopdracht en we moesten
Echt in één dag. Echt, we hadden zo'n gigantische deadline. Ik weet nog wel dat ik toen onder de douche aankwam en zij belde mij of ik dat wilde doen of ik dat met haar wilde aangaan. En zij werkte ook heel snel en ik ook. Ik zei, ja, gaan we doen. Dus ik heb toen zo'n tulband van een handdoek op mijn hoofd. Die zat nog op mijn hoofd en een badjas aan. En ik weet nog dat, dat ik aan één stuk door, ik zal vast wat gedronken en gegeten hebben, al kan me dat niet meer herinneren, maar maakt niet uit. Dat op een gegeven moment, we hadden de deadline gehad en Aaron komt thuis en die trof mij aan met nog steeds die handdoek op mijn hoofd in mijn badjas. En ik haalde die handdoek van mijn hoofd en alles bleef gewoon zitten. Dus mijn haar was in een soort van, ja, weet ik veel, een soort kasteeltje gedraaid. En ja, het was helemaal een soort van vast. En ik zal er niet uit hebben gezien, ik weet het niet, maar ik was super voldaan. En toen dacht ik, dat deel van mij, ik moest toen echt schrijven om vakanties te promoten over allerlei bestemmingen. En het gros was ik nog nooit geweest. En toen heb ik aan de hand van Google, foto's, filmpjes, ben ik eigenlijk mentaal op vakantie gegaan. Dus ik heb toen een hele reis door Florida gemaakt met kinderen op de achterbank. En ik heb dat heel beeldend beschreven. Ze waren helemaal lyrisch over de teksten. Omdat het gewoon verhalend is. Omdat je eigenlijk door de tekst al mee op reis werd genomen. Maar dat kon omdat dat deel van mij was met mij mee aan het reizen. En die kon zich helemaal voorstelling maken. Maar het klopte ook correct. Hè? Ik moest natuurlijk praktische dingen erin zetten. En de route moest natuurlijk wel kloppen. Maar met Google Earth, daar had ik dat volgens mij mee gedaan. Google Maps, kon ik heel goed dingen calculeren, noem het dan maar op. En toen dacht ik, maar wat als ik die kant van mij nou eens uitnodig. En met die kant vakanties ga verkennen. Hoe zou ik het dan aanpakken? En toen dacht ik, dat is wel cool. Want een van de bestemmingen die wij voor ogen hebben is bijvoorbeeld Sicilië. En dan zou ik op een heel andere manier starten. Dan zou ik niet naar, weet ik veel, D-reis of TUI gaan, of wat is het tegenwoordig, en daar de criteria voor filters gaan aanzetten en uitzetten. Maar dan zou ik eerst bijvoorbeeld via Google Earth zou ik naar Sicilië gaan en met een ander tabblad open, zeg maar, om eens te kijken, goh, ja, wat is er eigenlijk te doen op Sicilië? En welke vliegvelden zijn er? En hoe ziet het eruit als je daar landt? En wat is er dan in de omgeving te doen? Dus ik zou al mentaal die reis gaan maken en om me heen gaan kijken met daarbij een lijstje met wensen en verlangens van ons vijf, die helemaal niet zo ver uiteen liggen. En dan zou ik, dat weet ik nu, want ik kan ongelooflijk goed visualiseren. Hè? En sommige mensen zijn heel goed met geluid of met geur, ja, of andere zintuigen. Nou, ik heb dat meer met beelden. En ik zou me dan al voorstellen hoe we uit het vliegtuig stappen. Ik loop te miepen over de zitplek, terwijl ik ben 1,64 en Aan dus 1,93, tot die klacht nooit. Maar nu niet, want we hebben namelijk plekken. Wat we wel vaker doen bij, hoe heet dat nou, zo'n, niet een gangpad, maar dan heb je heel veel ruimte, zeg maar, heel veel beenruimte. Dat hebben we en als we het niet hebben, dan geeft het ook niet. Het is maar volgens mij een korte vlucht trouwens, maar in elk geval dan zie ik onszelf al uitstappen en dat ik de vliegtuigmodus er al afhaal. En eventjes zeg dat we geland zijn. Maar dan zegt mijn familie, dat weten we. Want we hebben met je meegekeken op de flightradar. En afhankelijk van hoe laat het is dat we landen. Dan zeg ik, oh, ik wil koffie. Dan gaan we een koffietentje zoeken. En misschien hebben we een huurauto die we moeten regelen. De huurauto. Dan proppen we onze spullen erin bijvoorbeeld. Gaan we de navigatie aanzetten. En ja, we zijn een beetje plakkerig, een beetje zweterig. En we doen de vesten uit die we aan hadden. En we genieten onderweg van de rit al, om het zo te zeggen. Nou, en door dat te doen en dan die reis mentaal al te gaan doen, zul je merken dat je, hoe moet ik het nou zeggen? Als je dat doet, dan zul je zien dat de bestemmingen die erbij horen, de accommodaties die erbij horen, ja,
nu klinkt het echt even hocus pocus, maar zo werkt dat wel, ook breintechnisch gezien. Dan komen die op je pad. En niet letterlijk natuurlijk, hè? Maar ja, misschien wel in je mentale reis. Want je bent natuurlijk met Google Earth bezig. Dus ze kunnen letterlijk op je pad komen. Doordat je daar, nou ja, ik hoef je niet uit te leggen hoe Google Earth werkt, toch? En dan kunnen inderdaad accommodaties die daarop aansluiten. Je zult zien dat, ik geloof heel erg in de wet van aantrekkingskracht. Hè, in een universele wet, want dit is maar één wet. Hè. Er zijn nog veel meer andere universele wetten. Ik heb een gratis workshop ooit over gegeven. Die is best wel een beetje taaie kost in die zin. Als ik nu hoor, dan denk ik, oh ja, ik had misschien iets meer verhalend kunnen vertellen. Maar het geeft je echt informatie over verschillende andere universele wetten waar je wel mee te maken hebt. Zoals de wet van de incubatie bijvoorbeeld. Hè? Dat cycli en processen en dat iets tijd kost, dat iets moet rijpen, is ook een belangrijk onderdeel. Wat we vaak met onze alle jantjes, ongeduldjes willen overslaan. Ik inclusief inderdaad. Maar het is een proces. Net als dat je ook een taart niet in de oven kunt zetten en na 3 minuten kunt denken dat die klaar is. Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar is gewoon niet lekker. Anyway, als je zegt van die willen kijken, dan zet ik een linkje hieronder. En dan kun je hem gewoon doen. Dan heb je een beetje beeld bij die universele wetten. En nogmaals, ik geloof daar heel erg in. En daarvoor geldt ook, hè, ik werk ook heel veel met breinkennis. En die twee, ja, die houden gewoon zoveel verband met elkaar. En je brein werkt ook zo. Die heeft de input nodig, wat jij wil. En heel vaak gaan wij van middelen doelen maken. En daar gaat het vaak mis. En ook willen we vaak te snel te concreet zijn. Terwijl het gaat vaak ook over het vraagstuk. Ja, ik ga even mijn trui uit doen. Wat wil ik nou echt? Gaat het er vaak om dat je start met het inventariseren, met een beeld krijgen, richting bepalen. En vanuit daar wordt het steeds specifieker. En ook met een vakantie, dan begin je vaak andersom. Dan ga je juist vanuit het specifieke starten. En dat werkt gewoon vaak niet. Heel vaak ook omdat je nog wat informatie als het ware mist. En dan matcht het niet. Dan klikt het letterlijk en figuurlijk niet, om het even zo te zeggen. Dus zo zie je dat heel veel dingen samenkomen. Want ook die wet van de aantrekkingskracht, maar daarvoor geldt ook, als ik vanuit die sikke neurigheid en die chagrijnigheid en de overweldigdheid en wanhoop, klinkt een beetje heftig, hè, wilde gaan manifesteren, dan manifesteer ik alleen maar meer van hetzelfde. Allemaal dingen die niet werken, dat het net niet is. Ik klik dingen weg die wel, dat geluidje wat je hoorde, dat was de hond. Ik weet niet wat het precies was, maar het was waarschijnlijk een vreemd geluidje. Hij ging namelijk liggen. Dus hij maakt wel vaker smakkende, klotsende en drinkende geluiden in mijn podcast. Maar even voor de goede orde, dan weet je dat. Niet dat je denkt dat je snapt wat ik bedoel. In elk geval, nou was ik even afgeleid. En bedankt, Dex. Ja, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, wet van aantrekkingskracht. Dat je, als je kansen en mogelijkheden en oplossingen wilt zien, dan heb je vaak wel even een andere bril op te zetten dan de pessimistische, zwartkijker, geïrriteerde bril. Want die is niet van de afdeling oplossingen, kansen en mogelijkheden. Dus door te switchen, wat ik dus net heb gedaan, merk je ook onmiddellijk, tenminste jij merkt dat misschien niet, want jij weet niet hoe ik hiervoor was, maar merk ik onmiddellijk een mega groot verschil in mijn emoties en in mijn energie. In de wet van aantrekkingskracht hebben ze het vaak over frequentie of hoge energie. Trillingsfrequentie, maar dat betekent eigenlijk gewoon dat je je fijner voelt en dat je emoties een stuk positiever zijn. Ze zeggen ook vaak dat, ja, je emoties, of dat zeggen ze niet, daar werk ik zelf ook heel veel mee, ook met mijn klanten. Die emoties zijn je richting aanwijzer, zeg ik altijd. Je ziet, als je negatieve emoties ervaart, dan is er vaak een contrast met je waarden. En als je positievere emoties ervaart, dan is er een match met je waarden. En dat geldt voor situaties, dat geldt voor mensen, dat geldt voor dingen. Dus dat, als je heel blij wordt van iemand waar je helemaal een klik mee hebt, dan, ja, nou ja, dan is dat een match als het gaat om persoonlijke waarden. En ook een deel persoonlijkheid. Persoonlijkheid en persoonlijke waarden gaan heel vaak een soort van hand in hand, om het zo te zeggen. En de klus wordt nu een stuk vrolijker. Plus, hij is voor mij een stuk, ik wil dus een heel containerbegrip invoegen, authentieker, autonomer. Ik merk dat
heel veel dingen zijn ontworpen voor een bepaalde manier van denken of aanpakken. Ja, zo ook reiswebsites. En soms kan dat gewoon conflicteren met de wijze waarop jij dingen als het ware aanvliegt. Hè. Laten we even in het vliegtuig blijven. En is dit een voor mij veel passender manier? Omdat het mijn verbeeldingskracht triggert. Ik ben al mentaal op reis. Ik kom dan, zoals ze dat dan zo mooi noemen, in een hogere energie. Ik zie letterlijk en figuurlijk heel andere kanten van het eiland. Ik zie ook gewoon heel veel andere dingen. Zoals bijvoorbeeld overstapjes maken. Of reisjes maken. Of bezienswaardigheden. Vanuit deze manier van werken. Waarbij ik eigenlijk, en dat zeg ik in mijn coaching ook altijd. En daarom zeg ik, heel veel dingen komen gewoon altijd samen. Want we hebben het over RET gehad. Hè? Rationeel emotieve training. Waarbij je dus je gedachten onder de loep neemt. En regie gaat krijgen over je gedachten. We hebben het gehad over voice dialogue, die persoonlijkheidskanten. We hebben het gehad over persoonlijke waarden. Maar ik werk ook heel veel met een visie. Ik zeg dat je visie is je startpunt. Als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Nou, dat was vanmorgen net wel een beetje een dingetje met vakanties uitzoeken. En start met een visie. En ze zeggen, start with why, ja, zegt Simon Sinek. Start met je waarom. Maar je waarom, zeg maar, dat zijn echt de bouwstenen voor die visie. He, wat wil ik ervaren door een visie te hebben over de vakantie? En die gaat niet alleen maar over hoe de slaapkamers eruit zien, hoeveel badkamers er zijn. Maar die gaat vooral over hoe wil ik, he, en niet alleen ik, hoe wil ik samen met mijn gezin hier naartoe leven? En dat begint al met het in de auto stappen. En de auto parkeren, het vliegtuig ingaan. Nog even een Starbucks koffie doen, want dat is een soort van, hoe zeg je dat? Ritueel. Tenzij we naar een ander vliegveld gaan. Maar hoe we eruit stappen. En ook het. Soms dat je vertraging hebt. En dat kun je allemaal mee visualiseren. Dat hoeft niet, hè? Maar dat kan. Maar ook hoe ik daar. Hoe ik me wil voelen. Als we in het huisje komen. En dan zie ik al voor me. Dat, we hebben allemaal onze eigen ritueeltjes. Ik ben nogal van het opruimen, zullen we maar zeggen. Dat is wel grappig, want Lisa, mijn dochter, is heel veel bezig met persoonlijkheidstyperingen. Super fascinerend, maar heel ingewikkeld. Maar zij snapt dat. En zij mixt, zij is net als ik een beetje een mixer van verschillende coach technieken. Zij mixt bijvoorbeeld de Enneagram en de MBTI. En dat is echt briljant gewoon. En ook hoe ze mensen kan typeren. En zij is helemaal niet van mensen in een hokje zetten, maar het geeft zoveel zelfinzicht. En het is hilarisch en grappig en herkenbaar dat bijvoorbeeld het type wat ik ben, zullen we maar zeggen. Wat ik ben. Nou, je snapt bijvoorbeeld waar heel veel matchen, heel veel overeenkomsten in zitten. Ja, dat koffertje moet uitgepakt, alles netjes opgeruimd en het toilet is uitgepakt en soms wordt er even een doekje ergens overheen gehaald. En het is heel erg. Soms wel even een bezempje erdoorheen. Ja, echt. Ik weet het. Klinkt een beetje obsessief. Maar ik kan er echt lol in hebben. Hè? Ik vind een wasje draaien in de vakantie ook gewoon heerlijk. Ja. Ik weet niet of je typetjes voor zijn, maar goed. Maar dat zijn allemaal van die typische dingen. Wat de een en de ander doet. En ook de ochtenden. Ik ben altijd als eerste eruit. En dan volgt vroeger, toen Luca nog klein was, toen kwam hij. Maar nu helemaal niet meer. Nu is het helemaal compleet veranderd. Meestal komen Aylan en dan Lisa bijvoorbeeld naar beneden. Maar het is gewoon heerlijk dat ik daar zit als allereerste met mijn kopje espresso. En dat ik kijk naar beneden. En dan een dorpje tot leven zie komen bijvoorbeeld. Weet je wel. Door dat te doen, krijg je ook een beeld van wat zijn die criteria. Ik zie dus bijvoorbeeld dat we wel ergens zitten waar rust is. Een mooi huisje zie ik dan voor me. Alles is eigenlijk wel makkelijk bereikbaar. En met alles, hè, dat is ook, wat is alles dan? Wat betekent het dan precies voor je? En hoe zie je dat voor je? Dus ik werk heel erg vanuit een visie. En dan laat ik als gevolg daarvan aansluiten wat daarbij past. En niet alleen bij mijn visie. Hè? Want dit gaat natuurlijk over een gedeelde visie van ons vijven. En dat is ook waar ik in de coaching heel veel mee werk. Ook ik heb heel veel relatiecoaching gehad. Ik bied het nu niet meer aan hoor. Mijn website. Omdat als ik die pagina weer aanzet. Dan zit mijn agenda alleen maar vol met relatiecoaching. En dat is over het algemeen niet
altijd het meest positieve, zullen we maar zeggen. Maar ook daar werkte ik heel consistent op basis van een visie. Want mensen zijn elkaar verloren vaak. Ook wel door het soms geen match meer is als het gaat om persoonlijke waarden. Omdat het niet altijd helemaal statisch is en je blijft ontwikkelen. Maar ook omdat een gezamenlijke visie compleet mist. En dan, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Dus dan ga je ook vallen voor dagelijkse ergernissen. En dan gaan kanten in jou gaan het overnemen. De kant die aan het katten en mopperen is bijvoorbeeld. En de kant die gauw dingen ontvlucht of op de telefoon zit of whatever. Je kunt je vast een beeld daarbij voorstellen. Maar het heeft gewoon te maken met het ontbreken van een visie. En een visie is niet één ding, want je hebt een visie bijvoorbeeld over hoe je samen als ouders een team wil zijn. Hè? Als je dat wilt, een team zijn. Niet iedereen heeft dat natuurlijk als visie. Ook hoe wil je samen je kinderen opvoeden? Hoe wil je dat ze straks het huis verlaten, om het zo te zeggen. Maar het gaat ook over hoe wil je. Hè? Ik heb meer het teamgevoel. Ik wil gewoon een partnership, zeg maar. Dus vandaar dat ik het woord team vaak introduceer. Maar hoe wil je samen bijvoorbeeld omgaan met het dagelijks leven, zoals het huishouden en dat soort dingen. Hoe verdeel je dat? Hoe ga je dat samen doen? Wat ga je daarvoor organiseren? En met welke mensen ga je gewoon graag samen om? En wat voor activiteiten doe je samen? Hoe ga je ervoor zorgen dat je verbonden blijft met elkaar? Dat heeft allemaal te maken met het hebben van een visie. Dus je ziet ook dat dat eigenlijk alles continu samenkomt. En dat vind ik het echt het briljante en het gave van die coachinstrumenten, zoals ik het dan nu maar weer even noem. Ik heb ook ooit een plaatje op mijn vision board. Vision board is ook weer zoiets. Dat ondersteunt je bij het hebben van die visie. En bij het programmeren van je brein. Of het navigeren zelfs. Of je brein als navigatie inzetten. Sommige mensen nogmaals zijn heel gevoelig voor geuren. Hè? Die kunnen bijvoorbeeld een geur gebruiken die een associatie heeft met bijvoorbeeld een vakantieeiland. Of met een huis wat ze graag willen manifesteren, noem ik het dan maar eventjes. En sommige mensen hebben dat met geluid of met gevoel. Op mijn vision board stond zoiets als ik ben nooit zo heel goed, moet ik zeggen, in het navertellen van hoe het exact wordt verteld. Daarom is een vision board voor mij ook al heel handig. God, wat stond er nou? Zoiets als ontwerp de dingen waarvan jij had gewenst dat ze er waren. En dat is echt mijn intentie ook geweest bij bijvoorbeeld mijn academy. Omdat ik één op één, basis natuurlijk de klik die je met iemand hebt, een relatie die je met iemand hebt. Maar daarnaast gaat het natuurlijk wel over mijn aanpak. En over nogmaals het contact wat ik met mensen heb. Maar ik zet natuurlijk interventies in of instrumenten in. Die gebruik ik. Hè? Vraagstelling is natuurlijk het belangrijkste instrument. En toen dacht ik op een gegeven moment, niet iedereen wil één op één coaching of heeft daar het geld voor. Of sommige mensen vinden het gewoon heel moeilijk om de tijd vrij te maken. Toen dacht ik maar, hoe kan ik dan dat wat ik doe, wat keer op keer hetzelfde is als het gaat om de techniek, zeg maar, of de formule. Hoe kan ik die nou op andere manieren inzetten? Nou, dat is ook de intentie van mijn podcast, overigens. En ook van mijn online academy, die ik momenteel aan het herinrichten en verbouwen ben. Dus er staat heel veel, is uit mijn webshop even gehaald. Dus mocht jij zeggen, maar ik wil wel wat met dat rad waar jij het over had, wil ik wel wat doen. Nou, die is even niet in mijn webshop. Maar als je die wel wil doen, dan kan wel. Maar mail of app me even, dan help ik je gewoon verder. En Voice Dialog krijgt een hele make-over, maar die kun je nog wel gewoon bestellen, het Voice Dialog programma. En het Wie ben je echt, of Wie ben je werkelijk en wat wil je echt, dat is het waardeprogramma, die staat er ook gewoon nog in. Meest gekochte en gedane. Gedaan is niet echt per se een werkwoord. Hè? Een programma trouwens. Dat gaat heel erg over, hè? Ontdekken. Wat zijn die ingrediënten? Wat zijn die condities? En ook over het hebben van een visie. Om het zo te zeggen. Maar dat is wel de drijfveer geweest. Om andere manieren te bedenken. En te zoeken. Door dit te delen. Dat is mijn podcast. Dat zijn mijn blogs. Dat is mijn academy, dat mindshifters.nl en natuurlijk mijn coaching, de trainingen die ik geef. Maar in principe berust alles op, los van het feit dat de relatie natuurlijk het belangrijkste is, maar op die interventies, die technieken. En het gave is dat je
dat vind ik het mooie ook van een coachberoep. Dat de techniek die je bijvoorbeeld inzet. De manier waarop je iemand helpt. Ik zeg ook altijd, mijn missie is niet om mensen te helpen. Mijn missie is om mensen te coachen. Om zichzelf te coachen. Ik zeg ook altijd, wat ik met jou doe, dat leer ik jou ook. En de intentie is heel breed. In de zin van, ik leer dat ze ook. Zodat ze datzelfde op allerlei andere levensgebieden ook kunnen toepassen. Of het nou het zoeken van een vakantie is. Of dat het nou is als je een relatiecrisis hebt. Of een moeilijk gesprek met een leidinggevend, ik noem maar even wat. Het is gaaf als je weet, hé, maar dit handvat kan ik opnieuw gebruiken. Dat werkte daarvoor, dat kan ik ook hiervoor inzetten. Dat is fijn om ergens op terug te kunnen vallen. Dus ik leer ze ook hoe ik dat doe. En ja, dat heb ik ook allemaal vastgelegd in mijn academy. Ik weet nog wel dat Rachelle Verhagen, waarmee ik mindshifters.nl heb, die zei, Jezus, wat heb jij allemaal in die academy staan? Het is echt bizar. En heel veel heb ik helemaal niet ontsloten. In die zin heb ik helemaal niet beschikbaar nog gesteld voor mensen. Omdat ik het, ik wil het gewoon herinrichten. En ik wil ook mensen even helpen met een keuzehulp te bedenken. Want anders zie je door de boom het bos niet meer. Nou, dan begin je al met een probleem. Met een probleem wat je nog niet had toen je bij me kwam. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar, en het coole is, dat zijn echt de momenten waarop ik echt, zin heb om zo'n smiley van die twee handjes tegen elkaar in zo'n bidmodus terug te sturen. Als je ziet dat mensen niet alleen maar zelf die coach-instrumenten, noem ik het dan maar even, hebben geleerd en bij zichzelf gebruiken. Maar bijvoorbeeld ook hun kinderen leren. Of hun partner. Of collega's. En ik hoor vaak dat ze het in een team doen. Of ik heb ook wel eens dat ik op een verjaardag binnenkom en dat ze dat vertellen. En dat is geweldig. En dat merk ik ook met mijn podcast. Wat blijft interessant. Dat ik echt heel veel DM's krijg. Of heel veel persoonlijke berichtjes. Maar dat er in het openbaar niet zo heel veel wordt gereageerd. Of reviews worden gegeven. En wel naar mij. Dus dat is misschien dat het toch echt nog wel een taboe ligt of zo. Veel mensen associëren coaching met therapeutisch of psychologisch en vinden dat nog wel een beetje lastig. En je ziet vaak, ik coach heel veel ondernemers en heel veel zakelijke trajecten doe ik. En daar is het eigenlijk gemeengoed. Daar is het gewoon bijna vanzelfsprekend dat als je wil blijven ontwikkelen, zeker als het gaat om leiderschap, dat je een coach in orde neemt. Want je één keer er zoveel tijd naar een business coach of een life coach gaat. Of eentje die het allebei doet, zoals ik dan in dit geval. Nou, dat wilde ik dus even met je delen. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. In die zin van dat het echt heel erg kan helpen. Om jezelf de vraag te stellen. Bijvoorbeeld, wat zouden 100 andere mensen doen? Om jezelf even uit te dagen. Ja, iemand anders zou bij deze situatie heel anders omgaan. Maar ook dat je gebruik maakt van je eigen innerlijke persoonlijkheidskanten. Wat ik net aan je geschetst heb. Hè, van hoe ik deze exercitie deed. Op basis van kanten van mij die Die uiteindelijk ervoor zorgde dat ik frustratie voelde. En hoe ik eigenlijk ben geswitcht door inderdaad letterlijk een andere bril op te zetten. En hoe alles gewoon verandert. Dus met deze bril op, ik kan het vandaag niet meer doen, want ik heb straks een afspraak. Maar zal het heel anders zijn om die vakantie te gaan boeken. Ik wens jou een hele mooie dag. Ik zou het super leuk vinden als je getriggerd bent om ook iets van coaching te doen. Hoeft ook niet bij mij te zijn. Ik zeg het belangrijkste dat je met iemand de klik voelt en dat de aanpak natuurlijk werkt. Of dat je zegt, oh please, geef me een van die technieken. Wat ik ook namelijk wel regelmatig doe voor mensen. Dat ik een module pluk uit een heel uitgebreid programma. En die ter beschikking stel van, gezien jouw vraagstuk, zou ik je adviseren om dit te doen. En dat doe ik wel beperkt hoor, want dat is voor mij too much. En dat matcht niet helemaal met hoe ik mijn agenda wil indelen. Maar er zijn ook klanten die er gebruik van maken door ze zeggen, ja, ik hou ervan zelf bijvoorbeeld modules te doen. Maar ik wil wel iemand die mij spiegelt, die mij feedback geeft. Dus kan ik mijn huiswerk insturen of kan ik even delen en kun je mij daar feedback op geven of daarop coachen. Ik vind het ook super leuk om te doen trouwens, maar niet te veel. Dat is ook vaak van, je kunt iets heel leuk vinden, maar als je hele agenda ermee vol zit,
Dan vind je het niet meer leuk. Dus dat is ook belangrijk om te weten welke voorwaarden heb je. Daarom, ik had altijd een strippenkaart in mijn webshop zitten. Dus dan konden mensen gewoon tijd van mij boeken. Bijvoorbeeld via spraakberichtcoaching. En op een gegeven moment werd dat gewoon te veel. Want het zijn natuurlijk allemaal wel verplichtingen. In de zin van, je wil zo snel mogelijk iemand daarmee helpen. Ja, dan was het too much. Dus nu noem ik het eens een keertje en dan neemt iemand contact op. En dan kunnen we gewoon eventjes de voorwaarden met elkaar afstemmen. En dan kan ik kiezen, heb ik daar nu gelegenheid voor of juist niet. Of hoe zullen we dat gewoon samen doen. Daar hou ik ook wel van. Ik hou ook gewoon van een stukje maatwerk. Omdat juist, dat noemen ze dat blended learning. Dat heel veel mensen, ik ook hoor, vinden zelf alleen maar online programma's doen te beperkt. Want als ik bijvoorbeeld iemand feedback geef op het huiswerk, om het even zo te zeggen, dan hoor ik altijd ook een zinnetje die ik zo vaak hoor, dat ik spijkers met koppen sla en dat ze daardoor juist een kraak kunnen zetten of een doorbraak. Omdat dat ik dan net eventjes zie van, hé, maar daar zit het hem. Of net even help om het brein nog beter te programmeren. En zo werk ik ook. Ik hou heel erg van zelf dingen doen. Dat doe ik ook heel veel. Elk jaar meerdere. Alleen ik vaar het beste erbij als ik ook met degene die dat aanbiedt. Of een van de coaches bijvoorbeeld bij een bedrijf. Even een persoonlijk contact heb. Dat werkt voor mij in ieder geval het beste. En of dat nou online is of via WhatsApp. Maar wel iemand die je even kan spiegelen, om het zo te zeggen. Nou, ik ga nog even van de zon genieten. En dan ga ik maar weer eens even naar binnen. Maar het is echt geweldig weer. En ik heb straks nog lekker een wandeling staan. Dus ideaal met deze zon. Ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast.